Er zijn zojuist 4 pallets bezorgd met allemaal kerstdingen. Deze superleuke sterren. En hoe tof is dit? Oh jongens. Oh leuk. Dit vind ik ook leuk in de DIY. Oh geweldig. Ik ga het deel weer inpakken. Aan het eind van deze vlog ga ik trouwens ook een DIY weggeven. En ik ga de winnaar bekendmaken van dit frame. Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie deze week weer mee, want de pallets komen binnen voor de kerst surprise boxen. En ik denk dat is leuk, want het is toch een beetje een verrassing wat je allemaal krijgt. Om jullie te laten zien wat voor mooie artikelen erin kunnen zitten. Ondertussen ben ik hier aan het werk en ik ben niet alleen, want ik heb goede hulp. Hè? Zo gezellig, we hebben er een muziekje bij aan en dan gaan we hard aan het werk. Ja! Hard aan het werk. Dus wij zijn altijd hard aan het werk. Zoals je ziet ben ik de kransen aan het inpakken. Of ja, ik ben ze eerst aan het snijden van de DIY. En daarna ga ik ze inpakken. Is nog lang niet alles. Dus ik ga gauw hard aan het werk. Ja, gewoon lekker bezig. Ik neem jullie weer mee. Kijk gezellig mee. Vind je het leuk? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Er zijn zojuist 4 pallets bezorgd met allemaal kerstdingen. Er zitten een paar DIY-ondergronden in, maar ook heel veel kerst voor de surprise boxen. Nu dacht ik, ik kan het 2 keer in de handen hebben en elke keer in de schuur pakken. Maar ik moet toch weer in de dozen, dus ik pak het gewoon gelijk in. Zodat jullie ook kunnen zien wat je kan verwachten bij de surprise box. Wil je nu nog een surprise box bestellen? Wees dan snel bij. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. En dan staat het onder kerst. Dus ik ga uitpakken. Deze zijn heel tof. Kijk. Oh, ik heb hier zin om mee aan de slag te gaan. Hier komt een nieuwe DIY mee. Dus deze is niet voor een surprise box. Maar wel heel tof voor in een DIY pakket. Kom binnenkort. Zo, alle plantjes en dergelijke zijn eruit. Ik ga nu dozen halen, want die ben ik ook weer nodig. Dat is met die extreme aantallen. Je hebt er denk ik heel veel, maar je bent het ook heel snel weer kwijt. Dus ja, die staan voor me klaar. Ik ga gauw ophalen en dan ga ik weer terug. En dan ga ik weer naar de groothandel om de rest van de bloemen op te halen. Ik heb mijn hulp nog steeds mee. Sam is nog steeds mee. Ja! Ja, die heeft er nog steeds zin in. Die zit hier naast me. Dus gauw die kant op. Het is ondertussen avond en vandaag heb ik de hele dag pakketten ingepakt. Maar ik kan toch niet wachten om weer de pallets in te duiken. Omdat ik heel nieuwsgierig ben wat er allemaal in zit. Een deel weet ik, een deel weet ik niet. Ik heb dozen gevouwen, dus ik kan zelfs de eerste surprise boxen klaarmaken. Dus ik neem jullie mee de opslag in. Zo, het is echt gigantisch pet weer. Ik denk dat jullie het wel kunnen horen. Het regent heel hard. Het is koud. Oh. Dan ben ik een beetje lui van al het werk als ik de hele dag heel hard heb gerend en dat soort dingen. En ik kom s'avonds eventjes te zitten. Dat is niet best. Maar goed, ik ga het uitpakken, want zoals je naast me kan zien, zijn er heel veel mooie pallets. En ik heb er nog 3. Dus gauw uitpakken. Deze superleuke sterren. Echt heel leuk, met glitters. En ja, echt leuk. Leuk om in bloemstukken te doen. Dan hebben we deze... ja, bontjes zijn het meer. En dit vind ik heel leuk om een zaad of zo in. Ja, trouwens, alles wat ik laat zien, het kan in een surprise box zitten. Maar hoeft niet. Het kan ook voor een DIY zijn. Maar dit zijn dus bontjes. Maar kijk wat langer. En dat vind ik dan heel leuk aan de buitenkant van een zaad. En dan met herfst. Of met kerst en dan decoratie. Dus het kan zijn dat je het ook nog in een DIY kan zien. Kan ook in een surprise box zitten.
Dan heb ik hier echt super mooie kaas. Maar ook echt super mooi. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Kijk hoe mooi de decoratie met sterren en maan. In het rood. Kan je het iets beter zien? Echt heel mooi. Hoe leuk ook om dit cadeau te geven. Echt prachtig. Echt heel luxe. Dan heb ik hier in een doosje van PTMD. Mooi merk. Heel leuk. Kijk, natuurlijke hangers. Mooi met hout en zo'n jute kwastje. Leuk voor de boom of ter decoratie in een toef. Ook heel erg leuk. En van PTMD dus dat zegt al wel genoeg. Dan heb ik weer wat inpaklint binnen. Daar heb ik veel van binnen. Ook voor mezelf, maar misschien ook wel leuk in een surprise box. Want met kerst pak ik natuurlijk wel meer in. Nou, zoals jullie misschien wel hebben gezien op Instagram of Facebook, heb ik een oproep geplaatst voor... mochten er mensen zijn die bijvoorbeeld geen Sinterklaas cadeautje of kerstcadeautje kunnen kopen. Hè? Dan speel ik een klein beetje voor Sinterklaas. En daar heb ik onder andere deze voor gekocht. En ze zijn echt, echt heel leuk. Kijk dan, hoe schattig. En die, oh, ze zijn echt zacht. Echt leuk. Maar ik verstop ze, want anders zien mijn kinderen ze. En mocht je dat niet hebben gelezen, kan je even naar mijn Facebook of Instagram gaan. Dan kan je die eventueel zien. Ga ik nu niet te heel veel aandacht aan besteden. Maar mocht je een gezin kennen die het gewoon niet zo breed heeft. En waardoor december gewoon een lastige maand is. Omdat je misschien gewoon geen cadeautje kan kopen. Diegene geen cadeautje kan kopen voor hun kinderen. Kan je even op mijn Facebook of Instagram kijken. Daar zie je een post staan en dan kun je me een berichtje sturen. Dus dat... Oh, heel leuk dit. Oh, dit is echt heel leuk. Er komen nog grotere dingen aan hoor. Dit zijn allemaal wat kleinere dingen. Bewust is het pallet gepakt. Hier zit een lampje in. Kijk, een bal. Oh, en als je, het is keramiek volgens mij. Het is allemaal €5,95. En hoe doe ik dit aan? Oh ja, kijk. Oh, jongens. Ah, oh, leuk. Dit vind ik ook leuk in een DIY. Oh, geweldig. Oké, ik zal niet te enthousiast zijn. Ik hou gewoon zo van kerst. Ik vind het allemaal zo leuk. Oké, volgende doos. Dan heb ik deze nog weer bijbesteld. Want die vind ik ook erg leuk om op te maken als kerstboom. Maar je kan er ook zitten haakjes bij. Leuk foto's aan hangen. Dus dat is eventueel ook leuk voor de surprise box. Hè? Maar ook dat is nog een verrassing of dat er nog weer een DIY mee komt. Dan heb ik hier mooie kerstballen. En die heb ik in twee maten. Van hout. Dus dat vind ik weer heel erg leuk. Net even weer anders dan anders. Wel heel neutraal en luxe. Dus daar heb ik ook nog een maatje grootte van. Dan heb ik deze toffe kerstballen. En die heb ik ook in het wit. Ook heel erg tof. Is metaal. Dus dat maakt het ook weer extra leuk. Oké, ik ben even in mijn andere opslag. Want ik zoek eigenlijk iets wat ik graag aan jullie wil laten zien. Wat ook in de surprise boxen zit. En nou ben ik mijn mesje kwijt. Oké, ik ga even kijken. Deze leuke houders. Echt heel tof. Ook leuk met een bloementaartje erop. Is gelijk al heel erg mooi. Tof. Echt super tof. Dan mooie swirlkaarsen. Heb ik ook in het wit. En daar heb ik een hele leuke houder bij. Kijk, deze. En die kan je op een mooie vaas of zo hangen. Dus dan kan je een leuke bloemstuk in maken. Dan hang je deze aan. En hier kan je dan een kaars in doen. Ik zal het altijd aan denken aan jullie laten zien hoe het eruit ziet op de vaas. Dan heb ik ook doosjes vaccines. Want er is niks vervelender als je bijvoorbeeld een bloemstuk hebt gemaakt met vaccines erin. En je hebt die niet thuis. Dus ik denk als ik dan een DIY ga opnemen waar vaccine in zit. Dan kan ik dat gelijk erbij leveren. Want ik hou van complete pakketten. Dus deze vaccines geuren nog lekker. Dus super fijn. Dan deze prachtige standaard. Ik heb zo'n mooi hert. En hoe tof is dit om bijvoorbeeld of rechtop te zetten en dan een klein bloemstukje rechtop erin. Maar ook om zo neer te leggen en dan gewoon helemaal vullen met steekschuim. En dan met mooie fijne bloemetjes opmaken. Heel erg leuk. Echt een mooi mango hout. Dus echt mooie kwaliteit. Ja, dit is toch tof voor de kerst. Ik heb de surprise box dan ook eigenlijk best wel heel neutraal en met veel hout en dat soort dingen, omdat het in elk interieur past. Ja, en dat vind ik gewoon leuk, want dan kun je het zelf naar eigen wens opmaken als je er wat leuks mee wil maken. En natuurlijk is het ook leuk om dan dat met elkaar te combineren. Hè? Bijvoorbeeld deze
met die ernaast. Ik kan het gewoon leuk neerzetten, maar je kan er ook een bloemstukje in maken. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Ik ga nu echt stoppen, want het is echt al veel te laat. Al ben ik heel nieuwsgierig wat er overal nog in zit. Maar dat ga ik jullie morgen laten zien, want dan ga ik alles verder inpakken. En neem ik jullie ook gewoon weer mee. Dus jullie zien me morgen weer. Goedemorgen, daar ben ik. En ik ga surpriseboxen inpakken. Het eerste deel is zelfs al op de post. En sommige mensen hebben het al in huis, dus dat is heel erg fijn. Alleen maar leuk. Dat betekent zelfs eerder dan verwacht. Dan op de website zou staan dat ze binnen zouden komen. Ik krijg ook veel reacties dat mensen ze heel graag heel snel willen ontvangen. Dus ik ga vandaag een heel groot deel weer inpakken. Aan het eind van deze vlog ga ik trouwens ook een DIY weggeven. En ik ga de winnaar bekendmaken van dit frame die ik op YouTube, Facebook en Instagram heb vloot. Dus die komt hier ook nog in beeld. Maar dat is aan het eind van de vlog. Ik ga nog gauw inpakken. En dan kunnen jullie ook een beetje zien wat er in de surprisebox kan zitten. Ik heb natuurlijk al heel wat dingetjes laten zien. Maar dan nu ga ik het echt even in en doos pakken. Dan kunnen jullie ook een beetje de hoeveelheid zien. Ik wil nog wel even extra bij vermelden. Elke doos is anders. Dus elke doos. Sommige hebben misschien wel dezelfde inhoud. Maar sommige hebben ook een andere inhoud. Maar ze zijn allemaal echt mooi goed gevuld. Een minimale waarde van €50. En nu kosten ze €25. Dus ze zijn echt goed gevuld voor de prijs. Maar ook heel erg leuk. Goed, ik ga inpakken. Ik ben dus druk bezig met het inpakken van de boxen, zoals je kan zien. En hier heb ik weer die leuke houders in zitten. Bloemstukmateriaal, kaartjes. Nog een leuke houder van T&D. Die lange kaarsen. Waar is ook deze erin. Hier zit de kerstboom in. Nog een kerstboom. Hieronder zitten nog ledlampjes, ook heel erg leuk, die dan ja, in de bloemstuk kan gebruiken. Dus dat kan je een beetje verwachten in zo'n box. En elke box is dus anders. Even kijken, ja, hier zit bijvoorbeeld weer een ring bij in die je kan opmaken. En hier zit dan ook weer aardig hetzelfde in. En hier zit deze leuk, het is bij in van bloemstukken. Ook heel erg mooi. Dit is ook echt heel lekker. Er zitten een soort geur roosjes in. Echt heel lekker om ergens neer te leggen. Kijken of ik hem open kan maken. Kijk, en dit vind ik ook leuk bij een bloemstuk in. Als jullie dit konden ruiken, echt heerlijk. Ja, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben kunnen geven wat je kan verwachten van een surprisebox. Ik vond het leuk om te delen en ik vond het veel leuke dingen, dat er veel leuke dingen zijn binnengekomen. Hè? Dan komt nu de winnaar in beeld van dit mooie rondelframe. Je kon meedoen via Facebook, Instagram of via YouTube. En de winnaar komt nu in beeld. Dan kan je ook nog een surprisebox winnen. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder weten dat je meedoet aan het winnen van de surprisebox. Dus dat je gewoon leuk meedoet. Meer hoef je niet te doen. Gewoon veel leuke winacties omdat we de 10.000 abonnees hebben gehaald. Mocht je het leuk vinden, kan je me ook nog volgen op Facebook en Instagram. Zal ik hier ook even neerzetten. En dan hoop ik dat je het weer leuk vond. Dan vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!